Rob Osdam. Kom even naar voren. Rob heeft het verhaal en met de titel Succes en Debakel. Normaal gesproken ben ik gewend voor mensen te spreken en dat doet dat in mijn kop. Maar dit gaat over mij. Mijn verhaal gaat over de les die ik de afgelopen jaren geleerd heb. Die wil ik graag met jullie delen. Ik ben in 1962 geboren als jongste van drie. Het leeftijdsverschil tussen mij en mijn broers was zo groot dat ik mijn eigen vriendjes moest zoeken. En eigenlijk was ik constant bezig om op het niveau van mijn broers te komen. Ik wilde geliefd zijn en erbij horen. Mijn vader stuurde wel steeds op toekomst, zekerheid, studieprestatie en vergelijken met de prestaties van anderen. Dat ging dan van, kijk wat je broers doen, en de zoon van die en die is nu ook al dit. En feitelijk ging dat door tot op hoge leeftijd. Althans, toen kon ik pas zelf wachten. Zijn handen heeft mij ertoe aangezet om alles anders te doen. Hij was rijksambtenaar, dus dat zou ik nooit worden. Ik heb er zelfs een vaste baan voor bij de ABP geweigerd. Mijn vader was van de structuren en de envelopjes. Ik heb altijd tegen structuren ingewerkt. Altijd ergens tegenin gaan en daarnaast iemand die constant bezig was dat te compenseren door zichzelf constant weg te cijferen en door iedereen aardig gevonden te willen worden. De mening van de ander was belangrijker dan mijn eigen gevoel. Ik was eigenlijk terugkijkend verworden tot een arrogante en uit de hoogte tot een ongedurende materialist. In 1998 kwam eigenlijk de grote ommekeer, althans het voor mij nu bewust het begin ervan. Ik had een 10 jaar gouden gids met een topinkomen mijn baan opgezegd. VNU zou IT overnemen en ik had geen zin om te wachten op de veranderingen die zouden komen. Ik wilde gewoon wat anders en ik gooide de kont tegen de krip. Ik ben met veel plezier en met het inleveren van veel salaris teruggegaan naar de trompetter. Anderhalf jaar later door naar een reclamebureau voor een jaar en toen in het medialandschap doorgegroeid. 2002 ging dat bedrijf helaas failliet. Spat, boem, over. Ik was inmiddels 40, ik had een bepaalde air over me, dus banen lagen er niet voor het oprapen en ondernemerschap lag op de loer. Dat leek me wel wat. Eindelijk vrijheid, geen loonslaaf, niks van 9 tot 5, gewoon eindelijk vrijheid. Het netwerken ging me goed af en de business floreerde. Ik kwam op netwerkfeestjes en Rob dacht dat hij interessant was om wie hij was en zijn kennis. Maar eerlijk gezegd, er ontbrak een belangrijk deel. Ondernemer was ik namelijk niet, ik was ondernemend en dat is iets heel anders. Na mijn eerste financiële debakel in 2005 werd ik rustelozer. Mijn partner en ik groeiden langzaam in elkaar en ik begon te twijfelen aan mezelf. Ik had geen continuïteit in mijn bedrijf, deed van alles, ik kon het wel redden, maar al ontbrak iets. Na diverse gesprekken met allerlei mensen besloot ik een training te volgen, genaamd Ontwikkeling Interpersoonlijke Competenties. Normaal een training voor topmanagers in SP, maar ik vond het, en mede op advies van een HR-man, die €4000 wel waard. Toen is me pas veel duidelijk geworden. Ik had eigenlijk al die jaren te lang alleen geleefd met ons doel de ander te plezieren. En dat zou en het moest om. Mijn snor, die heb ik nog steeds niet, die er al stond vanaf mijn eerste puberjaren, ging er zonder overleg vanaf. Ik heb veel gesprekken gevoerd met zakenpartners die ik gewoon eens eerlijk verteld heb wat ik vond van de samenwerking. Wat me niet altijd in dank werd afgenomen. Maar het belangrijkste en ook de moeilijkste, was het gesprek met mijn pa. Ruim 2 uur heb ik alles verteld wat mij in de loop der jaren met hem dwars zat en wat ik hem ook voor weet. En hij mocht niet antwoorden, want dat was de voorwaarde. Zijn structuur, zijn vergelijken met anderen, de drang mij naar de overheid te sturen, zijn vakbondsverleden, alles heb ik eruit gegooid. Dat luchtte op en dat leek een afronding van mijn verleden en een nieuw begin voor mezelf. Daarna begon een rollercoaster waarvan ik nooit had verwacht dat dat allemaal los kon komen. In 2008 ben ik gescheiden, enkele maanden nadien ontzettend verliefd geworden. Het was een prachtig gevoel. Ik had inmiddels een dikke klus bij een grote bank, dus huis werd verbouwd naar mijn zin, andere auto en ik kon mijn vriendin imponeren en de rest ook. En ja hoor, weer de andere plezieren en beschermen voor mijn eigen shit. Half 2009 begon voor mij de crisis echt. De enige opdrachtgever die ik had, goed voor 10 euro per maand, stak er het mes in. Ik had met mijn resultaten genoeg buffer opgebouwd en in mijn krediet. Dus ik dacht, dat komt wel goed. Helaas niet dus. Ik kreeg aanmaning na aanmaning,
en ken inmiddels bijna iedere deurwaarder bij zijn of haar voornaam. Feitelijk heb ik vanaf 2009 niets anders gedaan dan kijken wat de dag van morgen zou brengen. Mijn zakenvrienden kennen mij plotseling niet meer en had ik geen tijd meer voor hen. Aan achtervriendschap had ik nooit gewerkt, dus die had ik niet, dacht ik. En alles was plotseling duidelijk oppervlakkig geworden. Moet nog even allemaal. 2009 was sowieso een hard jaar. Mijn moeder overleed aan jaren Alzheimer. Maar nog erg was toen het verlies van mijn pa. Eindelijk had hij weer zin om te leven, maakte plannen. En door een noodlottig ongeval is hij in september van dit jaar overleden. Ik heb ze allebei zien sterven. Eind 2009 stond mijn water zo hoog aan de lippen dat ik mijn huis in de verkoop moest zetten. Het is dan ook in 2013 gelukt. Mijn auto moest inleveren aan de leasemaatschappij. Mijn bank mij per post mededeelde dat ik bij bijzonder beheer zat en zoveel nog meer. Ik had wel wat kleine klusjes, maar die waren amper genoeg om mijn relatie te plezieren en wat executieverkopen af te wenden. Het leven deed ik eigenlijk niet. Veel was gewoon fake. Eind 2010 dacht ik licht te zien in een tunnel. Zomaar spontaan ontstond het vijfmanschap Reizend Circus. Niet de discussie, maar de dialoog. Respect hebben voor een andere mening en doorvragen naar het waarom. Het gaf mij eigenlijk wel voldoende energie en een beetje hoop dat alles snel opgelost werd. Althans, dat gevoel wilde ik hebben. En ik klampte me aan een kleine strohalm vast. Uit die periode heb ik wel nieuwe vriendschappen overgehouden, die deels nog bestaan. Mei 2012 kwam de hamer. De Belastingdienst wilde geld zien, dat er niet was, de deurwaarder kwam en toen pas heb ik mijn bedrijf beëindigd. Toen waren ook de steeds duidelijkere signalen aanwezig dat mijn relatie niet meer liep. Ik heb die uiteraard niet willen zien, ze was immers mijn houvast. Ik ging, weet ik nu, de laatste fase in van mijn downsize. Vol door de schaamtefase, er was niks meer en ik kon niks meer. Ik moest om hulp te krijgen met mijn problemen een inkomen hebben. Dus of sociale dienst of een baan. Net 50 geworden was een baan vinden in eerste instantie geen optie in de sociale dienst wel. Gelukkig achteraf werd die afgewezen. Ik was meer bij mijn vriendin dan thuis, dus zij kon mij dan ook wel onderhouden, was hun argument. En als je echt in de shit zit, dan leer je pas je echte vrienden kennen. Dus toen ik dacht, ik ga het nu echt niet meer redden, toen en pas toen veranderde echt alles. Een van mijn echt zakenrelaties had inmiddels na een faillissement een nieuw bedrijf. Hij was bereid mij een baan te geven in mijn oude vak. Geen hoofdprijs salaris, maar gewoon minimum. Ik kreeg plotseling hulp bij mijn deurwaardersgeneuzel en nog veel meer. Ik kon leven, ik kon werken en ik kon actief zijn. Er was nog steeds veel onduidelijk en ik hield niks over, maar was het begin om uit de shit te komen. Maar ik bleef leven met het gegeven dat de dag moest zien door te komen. De dag na kerst 2012 vertelde mijn vriendin, er was inmiddels genoeg voorgevallen, dat een time-out op zijn plaats was. Mijn laatste houvast was weg. Ik ben toen gedurende een half jaar met mijn nog 8 verhuisdozen vol aan bezittingen bij een vriendinhuis geweest. Mijn zolderkamertje op de Heksenberg met alleen een dakraampje als lichtbol was verre van ideaal om mezelf weer te kunnen vinden. Gelukkig zijn toen mijn oude vrienden opgestaan en hebben mij door de tijd heen gesleurd. Mijn flat in het centrum van Heerlen is vanaf juli 2013 mijn nieuwe eigen veiligheid. Nu terugkijkend is dit gewoon iets wat mij is overkomen. Mijn van dag tot dag leven is inmiddels voorbij. Over 3 jaar of zelfs eerder ben ik van alle shit af. Recentelijk nog vroeg iemand mij wat ik van mijn leven wilde maken. Wauw, daar kan ik inmiddels alweer over gaan nadenken. Als ik niet de keuze had gemaakt om voor mezelf te kiezen, toe te geven dat ik niet alles alleen kan oplossen, optimistisch te blijven, dan had ik het niet gered. Er waren er geen broer en geen vrienden geweest die mij tot dik en dun hebben gesteund. Dan stond ik hier nu niet dit verhaal te vertellen. Ik heb geleerd dat als ik maar heel dicht bij mezelf blijf en mijn grenzen duidelijk aangeef, er altijd een oplossing is. Ik durf weer te vallen. Met de wetenschap dat er altijd iets of iemand is die me opvangt. De afgelopen maanden zijn daarvan het absolute voorbeeld. Ik weet weer hoe het voelt om gelukkig te zijn. Een big hug voor mijn broer, Fred, die me vanaf dag 1 heeft gesteund. Mark en Charles, die me hebben opgenomen binnen hun bedrijf. En Linda, die mij de vraag over mijn toekomst heeft gesteld. Jullie zijn mijn echte kanjers.